Hoi, mijn naam is Rick en welkom bij deze aflevering van Skill. En nu we het een hele hoop afleveringen over tactische trucs hebben gehad, gaan we het weer eens hebben over het afmaken van een schaakpartij. Deze aflevering gaan we het hebben over mat in 2. Het is alweer even geleden dat we het over mat geven gehad hebben. En dat blijft toch wel het belangrijkste onderwerp van het schaken. En het idee wat het meeste voorkomt bij mat in 2, en ook bij 3, 4 en 5, is in mijn eigen schaaklessen eigenlijk een van de grootste open deuren geweest die ooit voor mij is ingetrapt. Voordat ik je dit idee achter mat in 2 uit ga leggen, hier alvast een eerste voorbeeld of je kan kijken of je er zelf achter kan komen. In dit voorbeeld is wit aan zet, het is mat in 2 voor wit en ik geef je weer 5 seconden om je video op pauze te zetten en op zoek te gaan naar de oplossing. Deze puzzel is misschien vrij simpel, maar dat laat wel mooi het idee achter mat in 2 of 3, 4 of 5 zien. Het is zo dat we zwart moeten dwingen tot bepaalde zetten. Dus door hier als allereerste loper naar F6 schaak te spelen, dwingen we zwart daar weer iets aan te doen. Ook bij mat in 2 komt de kracht van schaak naar voren. Als zwart dan nu een stap opzij doet, met de koning naar G8, want er kan niks tussen geplaatst worden, en zwart kan de loper ook niet slaan, dus hij moet weglopen, kunnen we door de dame naar G1 te verplaatsen, zwart schaakmat zetten. We vallen nu weer de koning aan, en er kan niks tussen worden geplaatst. Zwart kan de dame niet slaan en de koning kan nergens meer naartoe veilig weglopen. Het idee van de gedwongen zetten of je tegenstander dwingen tot bepaalde zetten en de kracht van schaak komen hier dus ook naar voren. En dat maakt dit het belangrijkste idee achter mat in 2. Het is namelijk doordat je je tegenstander verplicht een bepaalde zet te doen, hè, want je tegenstander moet wat aan het schaak doen, kan jij veel makkelijker berekenen wat zijn vervolgzet wordt, waarna jij weer veel makkelijker kan berekenen wat jij daarna zou moeten doen. Gaan we na. Als jij je tegenstander dwingt om iets te doen omdat je hem schaak zet, zijn er maar een bepaald aantal opties wat hij kan doen. Wat is nou simpeler om na te rekenen? Als je tegenstander maar een paar beperkte opties heeft? Of als hij alle zetten van de wereld heeft om te antwoorden op de zet die jij gedaan hebt? Als we bijvoorbeeld in de beginsituatie niet met loper F6 beginnen met schaak, maar bijvoorbeeld de zetten omdraaien en met dame G1 beginnen, kan zwart van alles doen. Het is niet meer dat hij gedwongen wordt iets aan het schaak te doen. Hij kan een hele hoop zetten doen, waardoor we hierna alsnog mat kunnen geven. Maar bijvoorbeeld kan hij ook F5 spelen, waarna we geen mat meer kunnen geven, omdat we niet meer de loper naar F6 kunnen spelen. Daarom is het dus belangrijk om bij mat in 2 op zoek te gaan naar de dwingende zetten. Dat is het meest voorkomende idee om een mat in meerdere zetten uit te kunnen. Nu ik je dit allemaal uitgelegd heb, gaan we door naar het tweede voorbeeld van vandaag. Hier is zwart aan zet. Ook hier is het mat in 2 en ik geef je weer 5 seconden. Ondanks dat dit voorbeeld misschien een stukje moeilijker is, zal je wellicht de opgave snel en simpel hebben opgelost. Nu je weet welke strategie je moet gebruiken. Het is namelijk in deze situatie zo dat je eerst paard D2 schaak wil spelen. Nu moet wit daar iets aan doen. Hij kan het paard er niet afslaan. Bij een paard kan je niet tussenplaatsen, dus ook hier moet de witte koning weglopen. En hij heeft alleen nog het veld C1 om naartoe weg te lopen. Waarna zwart het toren A1 mat kan geven. Natuurlijk zijn er altijd voorbeelden waar je geen schaak kan geven, maar wel een mat in 2 kan geven. En er zijn ook voorbeelden waar het misschien wel beter is om niet eerst schaak te geven, om een mat in 2 of in meerdere zetten te bereiken. Denk bijvoorbeeld maar aan de video over het schaakmat met de dame en de koning. Daar geven we eigenlijk helemaal geen schaak. Maar bij een mat in 2 is dit wel de meest voorkomende en de meest simpele manier om een schaakmat in meerdere zetten te bereiken. Dit omdat het gewoonweg het makkelijkste uit te rekenen is. Deze strategie zal je dus ook bij puzzels en in je schaakpartij heel veel kunnen helpen. Toen mij dit werd geleerd in mijn schaaktrainingen, heb ik denk ik hier minstens een schaakpartij per jaar extra mee gewonnen. En over een paar afleveringen ga ik het ook hebben over de befaamde tussenzet. Dus waar je geen schaak geeft, maar wel een mat in afzienbare tijd kan bewerkstelligen. Dus wees gerust, ook die manier van mat zetten zal ik binnenkort behandelen. Ook bij een mat in 2 kunnen er signalen zijn dat deze in jouw stelling kan zitten. Vaak is het zo dat de koning alvast aan de rand staat. Dit heeft ermee te maken dat de koning dan minder vluchtvelden heeft, waardoor het makkelijker is om hem schaak te zetten. Neemt niet weg dat het ook in het midden van het bord kan gebeuren, maar vaak is het zo dat de koning aan de rand staat. Daarnaast heeft de koning nog weinig vluchtvelden over, of de overgebleven vluchtvelden kan je makkelijk van hem afnemen. Je kan de koning schaak zetten,
dus aanvallen. Daar is deze hele strategie op gebaseerd. En er zijn al bijna mogelijkheden om mat te zetten. Bijvoorbeeld lege laatste rijen, dame of helpers die al bijna klaarstaan. En zoals al eerder gezegd, weinige vluchtvelden. Ga dus goed op zoek naar signalen in jouw schaakpartij of in een puzzel die je probeert op te lossen. Om te kijken of dit in de stelling zit. Samengevat hebben we het volgende behandeld in deze aflevering. We hebben mat in 2 behandeld. We hebben de makkelijkste manier behandeld om mat in 2 te bereiken. En tot slot hebben we de signalen behandeld dat een mat in 2 misschien in jouw stelling kan zitten. Aan het eind van deze aflevering komt er een opgave in beeld die je zelf kan proberen op te lossen. Daarnaast zal in de beschrijving een link naar een website staan en een pagina staan van de stappenboekjes waar je verder kan oefenen met de onderwerpen uit deze aflevering. Zet tot slot het antwoord van de opgave die in beeld verschijnt in de comments en ik zal aangeven of je oplossing juist is of je anders tips geven om de opgave wel goed op te krijgen.